Kampong Rotterdam. Bij de opening van het nieuwe stadion van Kampong. Dat heel mooi de Klapperboom heet. Kampong neemt het dus op tegen Rotterdam. De koploper is in de eerste helft beter dan Rotterdam, de nummer 5 van de competitie. Kampong krijgt hier in het eerste kwart een strafcorner. Dat is Martijn Haviga met de push. De redding van Berend van Eldonk. Maar hij legt de bal voor de stick van Ties Keulemans. Met een rebound. Die profiteert daarvan en brengt Kampong met 1-0 aan de leiding. De stop van Van Eldonk, maar het wegwerken is niet goed. Hoewel voor Kampong wel, want hij komt voor de stick van Keulemans. En die scoort de 1-0. Dit is Hidde Teurstra, de verdediger van Rotterdam. Levert de bal in bij Robert Kemperman. Die ziet in de cirkel Philip Meulenbroek vrijstaan met een geweldig mooie paas. Bereikt hij Meulenbroek en die scoort de 2-0. Schitterende paas van Robert Kemperman. En het afmaken is even mooi van Meulenbroek. Dan Rotterdam met Polkamp. Levert de bal in bij Sander de Wijn. Paas op Kellerman, de gevaarlijkste aanvaller van Kampong. Rint aan een solo. Komt oog en oog met Van Eldonk, maar tikt de bal net naast het doel van Van Eldonk. Dat had 3-0 voor Kampong moeten zijn. Maar het blijft 2-0 voor Kampong en dat is ook de ruststand. Dit is de tweede helft. Tip in van Milan van Baal. Die wordt heel ongelukkig door Las Balk achter zijn eigen keeper David Hart gewerkt. En zo is het 2-1. Daar de tip in van Milan van Baal en het wegwerken van David Hart is onvoldoende. Want Las Balk tikt de bal achter zijn eigen doelman. En zo is het 2-1. Zijn eigen doelpunt kennen we niet in het hockey. Weer een kans voor Rotterdam. Voorzet van Van As en de mislukte tip-in van Milan van Baal. Maar Rotterdam dringt aan in die tweede helft. Hier is het weer Milan van Baal met Sander de Wijn. Sander de Wijn tikt Van Baal op zijn stick en het levert Rotterdam een strafcorner op. Terecht gegeven door scheidsrechter Jonas van het Hek. De push van Van As. Prima redding van David Hart in het doel van Kampong. Zo blijft het 2-1 voor de ploeg uit Utrecht. Dit is Quirijn Kaspers. Met de inzet en dan een kans voor Constantijn Jonker. In één keer alleen voor Van Eldonk. Goede redding van Van Eldonk. Tikt de bal uit de hoek van Jonker. Even later de voorzet van Jip Jansen. Niet goed weggewerkt door Polkamp. En Boek Vijver profiteert daarvan. Hij scoort met een harde flats in de kruising. De 3-1 voor Kampong. Mooie goal van Vijver. Dan is dit de onderschepping van Nick Ketling, de Engelsman van Rotterdam. Jeroen Hesberger met de bal. Wordt op zijn stick geslagen door Martijn Haviga in de cirkel. Jonas van het Hek heeft gefloten voor een overtreding. Maar even later ziet hij de bal in het doel verdwijnen en geeft een doelpunt. En dat levert protest op bij Kampong. En terecht, want hij had al gefloten. Dus telt deze goal niet. Wel jammer voor Rotterdam en sneu voor Jeroen Hesberger. Maar hij krijgt een strafbal. En die pusht die keihard op de paal. En dat is natuurlijk erg jammer, want het had de 3-2 moeten zijn voor Rotterdam. Strafbal. David Hart gaat naar de goede hoek, maar de bal gaat op de paal. Dan in de slotfase nog een strafcorner die wordt benut door Jeroen Hesberger. Zijn 11e van dit seizoen. Maar de tijd is te kort voor Rotterdam om nog een gelijkmaker te scoren. En zo wint Kampong deze topper met 3-2 van Rotterdam. In het duel tussen Pinoquet in het zwart, Tilburg in het rood, is dit de eerste strafcorner van de wedstrijd. Voor de thuisploeg Pinoquet op de 8e plaats in de hoofdklasse, Tilburg op de 10e. Belangrijke wedstrijd dus voor beide ploegen om een beetje te zorgen dat ze uit die gevarenzone onderin wegraken. Dit was een kans voor Tilburg. Een wat nerveuze beginfase. Met een strafcorner voor Tilburg. Die bal wordt uitstekend gered door de doelman van Pinoquet. En zo bleef het heel lang in deze wedstrijd 0-0. Pinoquet. Nu in de cirkel. En dan is het zoeken naar het gaatje om te scoren. En dat lukt uiteindelijk Lucas Sutorius. Er zijn dan al 41 minuten gespeeld. Lange 0-0, maar nu de voorsprong voor de thuisploeg, voor Pinoquet. Hier de opbouw en uiteindelijk het laatste tikje door Lucas Sutorius. Wat was het antwoord van Tilburg? Hier een schitterende backhand van Thijs Bams.
En Tilburg ging naastig op zoek naar de gelijkmaker. Daar het laatste tikje van Eindhovenaar Thijs Bams. Hij schiet Tilburg weer naast Pinoquet. Dat was na 58 minuten spelen en er is weer sprake van een echte wedstrijd. Hier komt Pinoquet allemaal op voorsprong. Vanuit de strafcorner scoort Wouter Braassem. Hier nog eens te zien een variant waar de verdediging van Tilburg geen antwoord op heeft. Pinoquet ging door. Kevin, een uitstekende fase komt hier zelfs via Joost van Vijfeijken op 3-1. Er lijkt Pinoquet de winnaar te worden van dit degradatieduel. Tilburg wil nog wel even. En via Jip Krens wordt het nog wel 3-2. Maar verder komen de Brabanders uit Tilburg niet. Pinoquet doet uitstekende zaken in de strijd tegen degradatie. En wint met 3-2 van Tilburg. Bloemendaal met deze 38-jarige Jamie Dwyer ontvangt op het kopje oranje-rood. Bloemendaal, vorige week teleurstellend met 1-1 gelijk tegen Pinoquet gespeeld, terwijl oranje-rood al 5 wedstrijden op rij wist te winnen. Dit is de beginfase van de wedstrijd met Florian Fuchs met een backhand waar Pirmin Blaak er niet goed uitziet, want deze bal gaat er direct in. Hij is er blij mee, de Duitser Florian Fuchs. Hij scoort met een backhand na 9 minuten de 1-0 voor Bloemendaal. Het is al zijn 10e van deze competitie van Fuchs. Bloemendaal veruit de betere ploeg in de eerste helft. Dat ziet ook coach Michel van Heuvel van Bloemendaal. Maar het staat nog steeds maar 1-0. Hoge druk van Bloemendaal ter verdediging van Oranje-Rood. Dit is Benjamin Stansel met een hoogstandje, maar hij verspeelt toch de bal. Uiteindelijk komt die bal bij Thierry Brinkman en dan is het een strafcorner voor Bloemendaal. Goeie actie van Roel Bovendeert. Weer helemaal terug na een zware knieblessure. Is de strafcorner voor Bloemendaal. Jasper Brinkman wordt in eerste instantie eruit gelopen, maar in tweede instantie een fraaie backhand. Hij scoort de 2-0 voor Bloemendaal na een kwartier spelen. Jasper Brinkman. Dit is Roger van Gent, de assistent van Lucas Judge, daar rechts met Pet, de coach van Oranje-Rood. Dan weer een strafcorner voor Bloemendaal. Dan is het dit keer niet Glenn Schuurman, maar Xavi Leonard met een variant. Prima bal wel van Glenn Schuurman op de backhand van Xavi Leonard. Een prima variant, hij scoort de 3-0 voor Bloemendaal. En dat is ook de ruststand op het kopje. In de tweede helft moet Oranje-Rood natuurlijk iets gaan doen aan die 3-0 achterstand. Hier is het Yannick van der Drift met een prima actie. En de kans op de 4-0 van der Drift met een schot. Maar een goede redding van Pirmin Blaak in het doel van Oranje-Rood levert niet meer dan een lange corner op voor Bloemendaal. Dan Benjamin Stansel met het balbezit. Wordt zwaar gehinderd binnen de 3 meterlijn door deze Dwyer. Dat levert Oranje-Rood een strafcorner op. Hier is Mink van der Weerde met een uithaal. Prima push van der Weerde. Hij brengt de stand op 3-1. En dan zijn er nog 25 minuten te spelen. Bob de Voogd wordt op zijn stik geslagen. Hier wil een strafcorner. Stopt ook met hockeyen. Maar het spel gaat gewoon verder. Overname door deze Manu Stokbroeks. De Belgische international van Bloemendaal. Een van de uitblinkers vanmiddag. Zijn paas wordt verlengd door Jamie Dwyer. Maar gestopt door Pirmin Blaak. De kans op de 4-1 voor Jamie Dwyer. Maar een prima redding van deze doelman van Oranje-Rood. Dit is Joep de Mol met een prima paas in de cirkel. En dan de backhand van Jelle Galema op de lat. Boven het hoofd van Jaap Stokman. Die bal alleen maar gehoord heeft en niet gezien. Prima kans voor Galema. Maar het levert niet de 3-2 op. Dan weer Oranje-Rood. Het dringt aan in de tweede helft. Weer Jelle Galema met een kans. Maar weer geen 3-2. Daar baalt hij van, deze Galema. Aan de andere kant, Xavi Leonard, de Spaanse international van Bloemendaal met een prima actie. Maar zijn backhand gaat ver naast en ver over het doel van Blaak. En zo blijft het 3-1. In de slotminuut nog een strafcorner voor Oranje-Rood. De wedstrijd is natuurlijk al lang gespeeld. Maar Mink van der Weerde brengt de eindstand op 3-2 met zijn 11e treffer van dit seizoen. Bloemendaal wint met 3-2 van Oranje-Rood.
Amsterdam in de witte shirts op bezoek bij SCHC in Bilthoven. Belangrijke wedstrijd voor Amsterdam. Dat maar één puntje achter koploper Kampong staat in deze wedstrijd. Dus zal willen winnen om in het spoor van de koploper te blijven. Hier is Billy Bakker. Zet de aanval zelf op en rondt even goed af. De snelle voorsprong voor Amsterdam is dankzij Billy Bakker. Hier keurig door de defensie van SCHC heen. Dan deze strafcorner. Hard ingeschoten, maar prima gered door de doelman van SCHC. Ingeschoten door deze Justin Reed Ross, de Zuid-Afrikaan. Valente Verga. En weer Amsterdam. Het was één richting verkeer. En de kansen voor de Amsterdammers hier via Mirko Pruiser is het al vrij snel 2-0. Schitterende aanval. Afgerond door Mirko Pruiser. Billy Bakker. Verga. En daar is de 3-0 al. Weer is het Mirko Pruiser die bloedig afrondt. En vanaf dat moment is het eigenlijk niet meer de vraag of Amsterdam gaat winnen. Maar met hoeveel Amsterdam gaat winnen. Hier weer een strafcorner. Hard ingeschoten. Prima gekeerd door de doelman van SCHC. Publieke opkomst was uitstekend in Bilthoven. En ook deze strafcorner keurig gekeerd. En zo voorkomt SCHC een grotere achterstand. Tegen Amsterdam dat gewoon veel sterker was. Meer balbezit had. En veelvuldig in de aanval was. En natuurlijk kreeg SCHC af en toe ook een kans, zoals hier. De doelman goede geburen van Amsterdam weer reddend. Deze bal kan nog worden weggewerkt. Maar uiteindelijk krijgt ook SCHC een strafcorner en dus de mogelijkheid te scoren. De eerste strafcorner wordt gekeerd. Maar direct volgt dan strafcorner nummer 2. En weer is het Thomas Vis die gaat schieten. En nu wel raak schiet. En dan heeft SCHC zijn eretreffer te pakken. ...3-1 dus in het voordeel van Amsterdam, dat vervolgens gewoon doorging met aanvallen. En hier 4-1 maakt via Jan-Willem Wiesand. Keurig opgezette aanval, even netjes afgerond. En hier Mirko Pruiser weer. Uit de strafcorner. En dan is het 5-1. Een kleine variant waar ze bij SCHC even niet op hadden gerekend. En het slotakkoord is voor Billy Bakker. Met deze backhand scoort hij 6-1. Amsterdam wint royaal van SCHC en blijft in het spoor van koploper Kampong. HDM is de hekkensluiter, HDM in de gestreepte shirts, De Bos in het zwart-geel. En dit is een overtreding van Sebastiaan van der Graaf. Dit is Ronald Hugers, de coach van HDM. En de strafcorner voor de thuisploeg. Met de mogelijkheid om daar iets mee te doen. Dat doet Kieran Darté, de Argentijn, schiet hard binnen. En een verrassende voorsprong voor HDM. Uit deze eerste strafcorner. Dat was na 13 minuten. Dan aan de andere kant, Den Bosch in de aanval. En ook dat levert een strafcorner op. Austin Smith gaat hard inschieten. En het staat alweer snel 1-1 tussen HDM en Den Bosch. Hier nog een keer te zien. Doelman kansloos. Hard binnengeschoten 1-1. Dan aan de andere kant. De 2-1 door Gijs van der Wallen. 35 minuten gespeeld. En de voorsprong is weer voor HDM. Deze strafcorner gaat de mist in. Kan worden uitverdedigd door Den Bosch. Den Bosch dat er snel uit is met mogelijkheden. En hier Tijn Stuve die de bal binnenglijdt. En Den Bosch weer op gelijke hoogte met HDM zet 2-2. Prima goal hier nog eens te zien.
Daar Tijn Stuve 2-2. En dan wordt het nog een spannende slotfase. Tussen deze twee ploegen die eigenlijk de punten allebei hard nodig hebben. Den Bosch in balbezit. En deze bal wordt het laatst geraakt door Nout Schoenaker. En dan wint Den Bosch met 3-2 van HDM. Hier nog een keer die aanval in de herhaling. En blijft HDM hekkensluiter in de hoofdklasse. HGC in de blauwe shirts ontvangt thuis in Wassenaar Almere. En HGC probeert de kater van de 8-3 nederlaag van vorige week tegen Rotterdam weg te spoelen. En dat lukt in de eerste 6 minuten, want dit is Wiegert Schut met de 1-0 voor HGC. Prima doorgegaan van Wiegert Schut. En hij passeert de keeper Jurie Beck van Almere in de 6e minuut. Goeie start van HGC. Dit is een paar minuten later. Rick van Kan met de aanname. En dan de strafcorner voor HGC. En daarvoor hebben ze natuurlijk een specialist Tristan Algra. Maar Nick Budgen in Australië pusht tot verrassing van iedereen. Uiteindelijk komt de rebound terecht bij Rick van Kan. En hij scoort de 2-0. Vorige week scoorde van Kan al 2 keer tegen Rotterdam. En nu scoort hij de 2-0 uit deze rebound van de strafcorner. Prima goal van Kan door de benen van Jurie Beck. Dan doet Almere iets terug. Het is Terrence Peters met een geweldig mooie sleeppush. Hij passeert Sam van der Ven, de doelman van HGC. En brengt Almere weer terug in de wedstrijd. Het is 2-1. Geweldige push van Peters. Dat is ook de ruststand in Wassenaar. Ze beelden uit de tweede helft de kans voor de Zuid-Afrikaan Crow. Maar hij schiet de bal naast het doel van der Ven. En zo blijft het 2-1. Dan weer een strafcorner voor HGC. Redding van Beck. En in de rebound wordt er stiks gemaakt. Gevaarlijk spel dus. En is het uitslaan voor Almere. Dan HGC weer met Rick van Kan met een uithaal op de kruising. Zijn backhand treft geen doel. Wel een mooie actie van Kan. En voor hem helaas geen doelpunt. En zo blijft het 2-1. Actie van Wiegert Schut gaat helemaal door in de cirkel. Wordt op zijn stik geslagen. En dus een strafcorner voor HGC. Tristan Algra op de kop van de cirkel naast hem Nick Budgen. En een mooi paasje van Tristan Algra op de Australiër. Hij pusht de bal in het dak. En zo is het 3-1 voor HGC. Mooie variant van de strafcorner. Iedereen concentreert zich op Algra. Maar Budgen maakt het af. Hij brengt HGC op 3-1. Wedstrijd gespeeld natuurlijk. In de slotfase nog de vrije slag voor Stijn van Heiningen. Hij neemt hem snel. En dat Dick Mulman met een mooi schot bepaalt de eindstand op 4-1. Goeie actie van Heiningen met die snel genomen vrije slag. Hij stelt Mulman in staat om de eindstand op 4-1 te brengen. HGC wint met ruime cijfers van Almere. Felicitaties van Pasja Gademan, de coach van Almere, voor Jan Jorn van het Land.